Dag Jeroen, dag Jonas. Tof dat jullie er zijn. Ik zie jullie blije gezichten, vooral dat van Jeroen. En ik denk, die hebben er zin in. De vraag die iedereen mij stelt nu is, na die ene aflevering, hoe is het bij Jeroen en Elodie thuis? Ja, in de vorige aflevering, Elodie, we hebben met wat modder naar elkaar gesmeten. Ja. En wat belachelijk gemaakt. Ja, we hebben toch nu wel wat afspraken moeten maken, omdat we weten we zijn wat te ver gegaan. Dus we hebben nu afgesproken, we hebben drie dingen afgesproken. Dat we niet meer lachen met ons kind Remus. Ja. Gewoon ons privéleven te koer en het urineverlies van Elodie. Ja, heeft ze effectief naar een andere man, naar een nieuwe man gezocht, denk ik? We zijn volop aan het zoeken. Ja. Wat denken jullie over de kandidaten vanavond? Het wordt heel moeilijk vanavond. Ja. Voor de kandidaten zelf niet per se, denk ik, maar voor ons. Omdat sinds het hashtag MeToo gegeven, sinds die beweging, zijn er ons ook richtlijnen opgelegd. En we mogen bijvoorbeeld niet meer lachen met de politici, ook niet meer met vrouwen of met mensen met een bizarre familienaam. Dus het aantal onderwerpen waarover we wel nog grappen mogen maken, is eigenlijk heel beperkt. Ja. Zeg, Erik, hoe is het met je tanden? Hoe schatten jullie de kansen in van Xavier? Eerlijk gezegd heel hoog, omdat ja, Xavier die heeft een verleden als radiojournalist en daardoor weet hij ook per definitie heel veel over de actualiteit. Ja. En sinds hij de zevende dag presenteert, weet hij ook hoe het voelt om in een programma te zitten dat veel te lang duurt, waar oude mensen een belangrijke rol innemen en waar weinig gelachen wordt. Dus het is eigenlijk wel een vertrouwde omgeving. Kan een voordeel zijn, denk ik. Ja. Ja. Barbara Serafian is er ook weer bij. Prachtig, hè? Ja, ik ben ongelooflijk blij dat Barbara hier zit. Wij kennen elkaar nog niet zo heel lang, maar zo een half jaar geleden heeft zij meegespeeld in onze fictiereeks die ik samen met mijn vriendin geschreven heb. De dag. Dat waren de opnames. En Barbara had een belangrijke rol in onze reeks. En ik vind, ja, dat is geen mop. Het moet niet altijd een mop zijn, maar dat is een actrice van... Ah, dat was een belangrijke rol. Ja. Dat is een actrice van wereldniveau. En ja, dat is super tof om mee op set te staan. Ja. Amai. Ja, mooie woorden. Ja. Was het leuk op de set van de dag? Ja. Nee, het was zeer, zeer technisch, zeer interessant. We gaan zien. Het resultaat komt volgend jaar. Ik heb alle scenario's mogen lezen van Jonas. En ik heb ook al een stukje mogen zien. En ik moet echt zeggen, Barbara, het ligt echt niet aan u. Ik vind dat zo erg. Nee. Goed, Christophe Calvo is er ook bij. Ben jij een groene jongen, Jonas? Ja, eigenlijk wel. En meer dan vroeger. Mijn vriendin en ik, we zijn overgeschakeld op een milieuvriendelijker brandstof om ons huis te verwarmen. En nu stoken wij op steenkool. Ja. Ja. En met wat verwarmden jullie dan daarvoor? Daarvoor met ivoor. Barbara. Is dat niet pogo? Nee, pogo is tegen elkaar op. Punk dansen. Maar, nee, Christophe. Crowdsurfen. Crowdsurfen. Ja. Niemand wat gedaan. Wat lief? Het is kei plezant. Heb je dat al gedaan? Of? Vroeger kon ik dat nog. Ja. Is dat een beetje raar? Als ik dat nu nog doe, is dat een beetje raar. Maar ik vind dat wel heel plezant. Ik deed ook altijd op mijn buik. Ja? Dus je had zo'n beetje een eigen stijl. Maar waar deed je dat dan? Dus de mensen, normaal ligt het op je rug. Ja? En ik deed dat soms op mijn buik en ik zwom. Ah, oké. Okay. En je bent zeker dat dat niet strafbaar is? Nee, dat is eigenlijk wel heel plezant. Oh, hebben we dat? Nee, nooit gedaan. Nee. Krivits, je hebt daar vaak geïnterviewd waarschijnlijk. Ja. Sympathieke dame? Zeer sympathiek, ja. Ah, okay, dat is absoluut. Ja. Christophe, heb je die al vaak in de studio gehad bij de zevende dag? Te weinig, hè. Uiteraard. Moet je wat groter worden in het parlement, hè, Christophe? Dan mogen we wat meer komen. Poeja! Nee, maar dit seizoen nog niet, maar de deur staat open. Ah, oké. Okay. Ja, dat is mooi gezegd, hè? Ja, ja, dus, ik durf vandaag niet goed binnen van hem, want dan vrees ik dat ik nooit meer mag komen naar de zender. Ah, ja. Zit jij zo in elkaar, Xavier? Absoluut. Vraag 2. Deze verdediger van Manchester United is gelukkig geen scheidsrechter geworden. Want dan had hij de scheldende supporters wel heel gemakkelijk gemaakt. Wat is zijn familienaam? Christophe. Blind. Blind, ja. Dat Daily Blind. Wat een redelijke naam is voor een voetballer. Voor een scheidsrechter zou echt wel een slechte naam zijn. Hè? Nee, en de blinden gaan we niet meer lachen. Hè? Nee, maar dat is iets dat we meer en meer mee bezig zijn. Er is een beetje te doen geweest ook rond seksistische moppen. We proberen erop te letten om daar niet mee te
overdrijven. En ook ja, blinde mensen, daar gaan we niet meer mee lachen. Omdat ja, veel blinde mensen zijn ook fan van de slimste mens. Die luisteren ook mee naar het programma. Ja. En ja, die mensen moeten eigenlijk zich geen zorgen maken, want er komen gewoon... We gaan geen moppen meer maken over blinden. Goed. Daily Blind brengt ons bij vraag 3. Christophe, een beetje zoetigheid maakt alles net een beetje lekkerder. Maar let toch op dat je er niet te veel van eet, zoals dit meisje. Hoe heet de zoetstof die vaak gebruikt wordt als suikervervanger, onder andere in Coca-Cola Light? Geen idee. Geen idee? Xavier? Aspartaan? Ja, klopt. Ja. Nee, het was niet gemakkelijk. Niet te verwarren met asporaat, dat is de familienaam van Jan Dino, die hier soms in de jury zit. Maar aspartaan. Ben jij een zoete bek, Xavier? Ik volg op maandag een cursus patisserie. Ik wist dat ik het niet moest zeggen. Jawel, prachtig. Ja, ja. En wat is dan zo? Pateekjes maken en zo? Pateekjes maken. Zandteeg, kruimeldeeg, een crème au beurre. Ja. Ja, dat is fantastisch. Hoe kom je daarbij? Om mijn hoofd zo wat leeg te maken. Enfin, niet dat daar veel werk mee is, maar ik vind het gewoon op maandag wel... Ik doe dat maandagavond, dat is mijn weekend, maandag, dinsdag. En ik vind dat gewoon heel tof. Ja, inderdaad. Ja. Nee. Eet jullie wel eens suikervervangers? Nee, ik heb er wat schrik voor gekregen, omdat een onkel van mij heeft zoiets meegemaakt die wou wat meer op zijn gezondheid letten. En die is toen overgeschakeld van suikerhoudende frisdranken op frisdranken met aspartaam. Ja. En 2 weken later is hij van de ene dag op de andere eigenlijk helemaal blind geworden. Ja. En dat lag aan die aspartaam? Nee, die stond in de lijzen aan de rayon met suikervrije frisdranken. En er heeft een of andere gek zwavelzuur in zijn ogen gegooid en kon niet meer zien. Ja, dat is een erg verhaal. Dat is een triestig verhaal. Ja. Nee, vraag 4. Maar liefst 85% van de werknemers geeft toe vaak moeite te hebben om geconcentreerd te werken. Verzekeraar Deltaloid Life liet daarom onderzoek uitvoeren naar de productiviteit bij 1000 werknemers. En op elk uur van de dag verzetten ze het meeste werk als ze beginnen werken om 7 uur en stoppen om 16 uur. Wie er het dichtst bij is van jullie drie, die wint. 8:30. 8:30. Ja, Barbara? 10:30. 10:30. Christophe? 10:00. Nee, om 7:30 's morgens. Dat dat nog het rustigst is en daarna word je meer afgeleid of beginnen mensen meer het eekhoorn-ding te doen. Nee, waarschijnlijk, ja. Nee, Xavier, je hebt lang de ochtendradio gedaan, hè? Ja. Was jij al... Mijn naam moest je nog veel vroeger beginnen, waarschijnlijk. Of... Ja, 5:00, 4:45. Ja. Zijn jullie altijd geconcentreerd op het werk? Nee, zijn jullie altijd geconcentreerd op het werk? Sorry, wat? Vraag 5. Acteur Johnny Voners is momenteel druk bezig met het schrijven van een kookboek. Hij laat zich hiervoor inspireren door zijn bekende rol uit FC De Kampioenen. Wat is dus de toepasselijke titel van zijn boek? Dagschotel. Ja. Je weet het of... Ik wist het, ja. Je wist het, ja. Je bent niet genoemd naar Xavier Waterslagers. Dat zou ik even moeten checken. Nee, ik denk het niet. Nee. Je checkt dat bij je ouders? Ja, die... Even... Ja. Nee, ze zochten gewoon... Mijn zus heet Sophie met PH en ze zochten een tweede Franse naam. Ah, oké. Okay. Ja. Waarom Franse naam? Omdat dat West-Vlaanderen staat dat goed waarschijnlijk. Ja, zo... Valse bourgeoisie, zo. Nee, ik weet het niet. Als je geen geld hebt, moet je doen alsof je geld hebt. Zou het iets voor jou zijn, ook een kookboek later? Oef. Desserts? Ja, misschien wel. Ja. Ik heb al een titel voor je kookboek, denk ik. Een pateke van Xavier. Oh. Vraag 6. De dagschotels van Xavier Waterslagers leiden ons naadloos naar een raadseltje. Op welke filosoof kun je gemakkelijk 10 fris getapte pintjes zetten? Dus op welke filosoof kun je gemakkelijk 10 Plato. Fris... Plato, inderdaad. Plato en Plato, anders uitgesproken. Hè. Raadseltjes, vind je dat leuk? Als ik ze weet wel, ja. Ja? Ken je raadseltjes? Oef. Nee. Ja, kennen jullie raadseltjes? Erik. Zeker, zeker. Ja. Raadseltjes over filosofen. Ja. Naar welke filosoof moet je vragen als je op café zit en bier wil bestellen, maar je weet nog niet welke soort?
de kart. Oh, ja. En dat wist ik dus. Serieus? Ja, dat wist ik. Ja. Welke filosoof hebben de aandeelhouders van Lernet en Housepie overgehouden aan hun investering? Nietzsche. Bij welke filosoof kan je een potlood in zijn poep steken en dat dan ronddraaien? Etienne Vermeers. Vraag 7. Xavier, een beetje slimste mens is mee met de laatste trends in fashion en weet dus ook dat poverty chic heel erg in is tegenwoordig. Maar wat is poverty chic juist? Is eruit zien als een landloper, maar toch gekocht in een winkel. Ja, juist. Ja, de jury zegt ja. Ja. Nee, expres een beetje marginaal of arm gekleed gaan. Dat is ongeveer wat jij zei. Denk ik, het gaat om hippe vogels, zoals deze man, die zwepen met dingen die vroeger eerder met de marge werden geassocieerd. Dat is niks voor jou, denk ik. Nee, ja, als ik dat zie, zeker niet. Nee, nee. Nee, dat snap ik. Poverty chic. Had jij er al van gehoord, Barbara? Ja, ik vind dat kei mooi. Ik meen dat. En ook zo rondlopen met een marginale plastic zak gewoon. En met daarin kei duur grief. Zo. Het toppunt van snobisme. Is dit voor jullie? Ik heb dat wel eens geprobeerd. En ik, echt waar, ik heb heel goede reacties gekregen van mensen op straat, maar echt heel goede reacties. Axel Duizelaar heeft me zelfs een cheque van 10.000 euro gegeven. Maar voor de rest, nee, ik hou meer van iets stijlvolle kleding. Alhoewel, ik ben ook wel een fan van de zeemanslook van Jonas. Dat is maar een mopje, hè, want ik kan Jonas hier heel de avond vernederen, maar ik zie dat zijn stylist mij al voor is geweest. Ja, ik ken de stylist van Jeroen trouwens heel goed. Dat is een sympathieke man. Die heeft bij ons thuis het behang gekozen. Ondanks zijn visuele beperking. Vraag 8. In de jaren 20 bestond Photoshop nog niet. Dus als je toen een foto nodig had van Hitler op een slee, dan zat er niets anders op dan een foto te nemen van Hitler op een slee. Nee, dat is echt een foto. Hè? Maar nu de vraag. Naar welk land gaan Belgen het vaakst op wintersport? Oostenrijk. Nee. Dat staat op 2. Barbara. Frankrijk. Frankrijk, inderdaad. Nee. Ga jij vaak op wintersport, Barbara? Geen grote fan. Nee? Ja, je stelt zo'n vraag waar ik allemaal nee moet op. Ja, dat is meer. Ja. Christophe, jij, wintersporter? Ik heb nog nooit op de latten gestaan. Allo, ja. Nee, en ik vind... Iedereen houdt van sneeuw. Ja? Ik vind dat eigenlijk een beetje overroepen. Ik heb veel liever zon en sneeuw, dat is ook heel snel zo... Dat is zoiets bruin. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja. Maar in zo'n bakfiets, bestaat dat kettingen voor zo'n bedankt? Nee, we gaan naar vraag 9. Een grote groep topless dames in bedwang houden. De gemiddelde politieman heeft al lastigere klussen moeten opknappen. Maar toch, je mag je niet laten afleiden. Ja. Ja, kan gebeuren. Hè. Welke actiegroep zagen we hier met succes aan het werk? Femen. Femen, ja. Sympathie voor de groep? Nu per se. Wat weer zo'n vraag. Ligt dat nu aan mij? Of? Nee, nee. De volgende vraag was, zou jij, ik vind, ja, zou jij naakt protesteren? Ik heb dat gedaan. En zelfs niet om te protesteren ben ik naakt ergens gaan staan. Maar dat, op de Gentse feesten, dat is traditioneel, ga je naar het sakékot. Ik moet het u niet uitleggen. Girls, ik moet het u niet uitleggen. En automatisch, vroeger, nu doe ik dat niet meer, want ik mag zoals u ook niet zoveel dingen niet meer doen. Hè, dus. Maar ik, eruit, saké drinken en dan gewoon... Oeh, op café of? Op de Vlasmarkt. Gewoon? Buiten. Iedereen trekt daar zijn kleren uit of? Nee, ik. Ah, oké. Okay. Vraag 10. Nederlands blijft een lastige taal, zeker voor Franstaligen. Welke slecht vertaalde sms stuurde voormalig premier Elio Di Rupo naar Bart de Wever toen hij hem persoonlijk wou zien? Allee, ongewild, hè? Arno, ik wil u pakken. Van, ik wil u te pakken krijgen of zo, ah, ja. Ik wil u zien. Ja, ja. Stond dat in de krant ooit, zoiets? Ja, 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 dat stond, ja. Allee. Veel over te doen. Ja, Christophe. Ik zie u graag. Ja, klopt. Ik zie u graag. J'aimerais vous voir. En dat is dan vertaald waarschijnlijk door Google Translate. Dan stond er ik zie u graag. Met Bart de Wever. Dat is toch grappig, hè, Barbara? Nee, vooral. Niet.
Hebben jullie wel eens vergist met zo'n sms? Ik heb wel eens heel gênants meegemaakt ooit. Want Elio staat dus in mijn gsm net onder Elo. Ja. En ik heb dus ooit eens de sms naar Elio gestuurd. Ik wil u vanavond helemaal aflikken. En naar Elo, ik wil graag met jou de toekomst van het socialisme spreken. Echt, toen ik dat door had, was te laat. Ik schaamde me echt kapot, want die beide sms'en waren dus voor Elio Di Rupo. Vraag 11. We zoeken de slimste mens ter wereld. Humo zoekt de invloedrijkste Belg ter wereld. En dat werd iemand met een mooie cv. Welke Belgische arts ontdekte het ebola-virus, was adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties en leidt momenteel de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Zijn initialen zijn PP. Piot? Ja, Peter Piot. Nee. Vraag 12. Een kat en een hond aanschaffen kan gevolgen hebben voor de rust in huis, zeker als de kat de turboknop van de hond weet zitten. Het wereldrecord op de marathon staat op naam van Dennis Kimetto. Maar hoe lang deed hij erover? Tot op een seconde graag. En wie er het dichtst bij is, wint. Goh. 40 minuten? Ik vind dat mensen zich niet altijd moeten haasten in het leven. Nee, nee, oké, maar ja. Het wereldrecord op de marathon. Ja, maar... Ja. Maar ja, soms gebeurt dat je iets niet weet. Nee, ja, dat kan. Ja. Maar het is een verrassend antwoord, Xavier. 1 uur 58, 47. Ah, okay. Ja, Barbara? 2 uur 33, 16. Nee, wel het mijn tijd op de marathon. Nee, het is 2 uur en 2 minuten en 57 seconden. Dus Xavier was het dichtst erbij. Christophe, maar ja, dat is 42 kilometer de marathon. In ja. 40 minuten. Ik wist dat iets met 40 was, ja. Maar het was dan kilometers. Maar je was even weg? Ik was afgeleid. Ik zag een eekhoorn. Nee, het was misschien dat filmpje met die katten. Kan zijn. Ja, ik... Enfin, met die kat. Even een diepje. Ja. Heb jij een kat thuis? Nee. Nee. Jij, Barbara? Nee. Xavier? Ja, twee. Twee? Ja. Ja. Hoe heet ze? Ze heette... Stoel. Stoel? Ja. Ja. En Appie. Dat is grappig dat jij een kat hebt die Stoel heet. Wij hebben thuis een stoel en die heet Xavier Taveren. Nee, hebben jullie honden of katten? Ja, ik had een hond, maar mijn kind, ja, daar ging niet samen. Dus ja, we hebben die moeten wegdoen. En ik kan u verzekeren, Erik, dat gaat door merg en benen. Als je zo helemaal alleen dan het bos uitloopt en je hoort die kreten dan... Papa. Papa. Vraag 13. Beyoncé kondigde de komst van haar tweeling aan op Instagram met deze iconische foto. En speciaal voor een kaas- en wijnfestival boetseerde een Brit Beyoncé helemaal na in kaas. Welke toepasselijke naam gaf hij dit Beyoncé kaasbeeldhouwwerk? Beyoncé in kaas, dus. Xavier. Beemsterkaas. Nee. Nee, nee. Barbara. Beyond cheese? Ja, dat is wel goed. Ja, dat had je kunnen. Hey. Nee, het is niet. Nee, Christophe. Geen idee. Beyoncé. Ja. Nee, dat is een woordspel. Beyoncé. En het rare is, de kaas was eigenlijk cheddar. Maar hij vond het zo, zo goed dat hij Beyoncé. Ja. Ik heb nog een leuk wistje datje over de kunstenaar. Hij heeft... ook nog een beeld gemaakt van Jonas, genaamd Jonas Grierenaert. En daarna heeft hij ook nog een beeld gemaakt van Erik van Looy, genaamd Lavash Kiri. Nee. Eet jullie graag kaas? Vroeger wel, maar nu durf ik niet meer. Omdat mijn grootvader, dat was vroeger een gigantische kaaseter. Maar toen op een bepaalde dag is hij van de ene dag op de andere is hij al zijn haar kwijtgeraakt. Omdat die stond in de lijst bij de kaas en het heeft er een of andere gek zwavelzuur over zijn hoofd gegooid en was allemaal weg. Ja. Verschrikkelijk verhaal. Ja, dat is een triestig verhaal.
Vraag 14. Xavier, Beyoncé zou ze nooit aantrekken en al zeker niet op een prachtige zomerdag. Met welk schoeisel heeft deze man een hele dag in de zon gelopen? Met Crocs. Crocs, ja. Vind je dat mooi? Nee. Christophe, Crocs? Nee. Nee. Waren we dat? Ja. Pas bij die marginale look die we daar juist hebben. Ah ja, ja, dat is juist. Ja. Doe het! Ja. Oh, wat? Crocs? Nee, dragen jullie soms Crocs? Ik ben geen crocman. Nee. Nee. Als er Franstaligen kijken, je ne suis pas un croc, monsieur. Laatste vraag voor deze ronde. Xavier, na 9 stemrondes hebben ze bij de Universiteit van Gent eindelijk een nieuwe rector gevonden. Wat is de naam van de gelukkige die wel heel veel geduld moest hebben? En ik geef een tip. Rick van de Wallen. Ja, klopt, ja. Ik wist hem en Wallen. Over rondes die te lang duren gesproken, moeten wij niet naar reclame? Ja, klopt, ja. Dan dood, maar toch levend. Ze lopen zo met van die gestrekte armen. Het achtervolgt je en eet hersenen. Dat is een zombie, hè. Nee. Zijn jullie bang voor zombies? In het begin wel, maar nu dat ik u beter heb leren kennen, valt er wel mee.